deze video testen wij de meest gekke keukengadgets uit. Soms gaat dat erg goed. Holy shit! En soms iets minder. Wij wensen jullie in ieder geval enorm veel kijkplezier. Dit is echt het beste dit ooit! Dit is echt top! Hoi allemaal! En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video vanuit de keuken zoals je ziet. Dus wij gaan vandaag, je kan het waarschijnlijk al raden aan de titel, gadgets uitproberen bij die je kan gebruiken voor koken. Yeah. Ja, wij kunnen allebei niet heel erg goed koken, maar daarvoor hebben we vandaag allemaal nieuwe gadgets ingekocht vanuit En ik ben heel benieuwd of deze dingetjes gaan werken die we hebben besteld. Ik denk het niet. Zaak is. Maar ja. Wie weet gaat onze kooktechniek ineens wel een paar winkels doen. Ik hoop het. Want mijn man, hè, heeft altijd te klagen over mijn kookkunsten. Waar is je man dan? Heb ik niet. Nee, dat dacht ik al. Lieverd, hoe erg is het? Erg. Daarom. We beginnen met de eerste gadget en dan gaan we laten zien hoe fantastisch dit gaat zijn. Dat was echt heel slecht. Ja. Nou, ik ben heel erg enthousiast over deze. We hebben hier een appelschiller, zoals je ziet. Hij is gewoon... Laat alsjeblieft niet een nieuws die Nicky plessen. Hou op! Okay. We hebben hier een appelschiller en zoals je ziet is het fantastisch. Hij is van plastic gemaakt, van waarschijnlijk uit elkaar als we hem gebruiken. En je kunt hem met de ronddraaitechniek rondkrijgen en dan schil je de appel. Ja, en hij... niet te vergeten, het is... mesje hier. Oh, er zit een veertje in zodat hij goed de appel kan bereiken. Ja, dat is wel fijn. En hier is het mesje. Ja. Dus waarschijnlijk moet het werken. Dit moet dus werken eigenlijk. Ja, en er zit een zuignap onder. Ja, top. Oké, Sophie. Ja, oh. Ouch. Oké, dus die appel moet er dus op. Die moet er denk in... andersom. Nee. Zo, ja. Die moet ik hier zo insteken. Ja, en dan kan je hem dus schillen. Gaat dit werken? Dit gaat sowieso niet werken. Hij raakt hem. Oh, hij gaat nu erheen. Oh. Hold up. Hold up. Je doet dat niet. Oh, in de andere kant. Oh. Ah. Wow! Oh, dat was het ook. Niet. Oh! Holy shit! Dit werkt gewoon! Wow, dit werkt super goed ook! Holy shit! Dit is bizar! Dit ding werkt hartstikke goed! Want als je zelf appels schilt, ik schild echt niet zo dun hoor. Dit is echt amazing! Dit is echt lijp. Ja? Is het wat? Het volgende shot is een beetje verkeerd gefocust. Maar maak je geen zorgen, dat wordt zo opgelost. Je kent de situatie vast wel. Je wilt in de ochtend lekker een eitje gaan bakken en je slaat je eitje open. Allemaal schillen in je pan. Nou, de Creative Egg Opener moet er dus voor zorgen dat hij gewoon lekker open crackt zonder dat er enige schilletjes in je pan liggen. Ik geloof het niet. Ik geloof er helemaal niks van, maar goed. Als die werkt, ben ik wel benieuwd. Deze was best wel duur toch, trouwens? Voor mij is die van 10 euro. Maar ik weet niet zeker. We laten het wel even zien. En dan laten we ook even zien in de beschrijving waar we hem vandaan hebben gehaald. Sowieso ja. Ali. Ja, dat sowieso. Alles komt van Ali. Let's try it. Ik ben heel benieuwd. We hebben een glas. We hebben een ei. En we hebben een eibreker. Oké. Ik denk niet dat het zo moet. Was het een succes? Dit is... Oh! Volgens mij doen we het helemaal verkeerd. Hij is niet schilloos. Dit eitje is denk ik gewoon te groot. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dit was met iets. Probeer er dus nog eentje. Oké. Ja, probeer dit eens. Ik denk dat dit... Moment. Even scherp stellen, ja. Ready? Ik ben ready. Ik durf niet. Nee, het wordt hem niet hoor. Jawel, gaan knijpen. Nee, hij breekt. Dit ding breekt. Dat ding breekt? Dat apparaat. Ja. Er gebeurt hier veel, maar ook heel erg weinig. Dit is niet schilloos. Jawel. Maar ben je blind of zo? Oh, sorry. Ja, ik zal nu. Ja. Perfect. Zo heb ik hem het liefst. Wat een klopding. Ik weet het niet, maar ik heb het idee dat je een kleiner ei nodig hebt. Maar die hebben we helaas niet, dus bij deze zeg ik een veel. Ja. Och, over eieren gesproken. Omdat we natuurlijk ons eitje net hebben gekrekt,
kunnen wij met dat gekrekte eitje een eitje gaan koken. En niet zomaar een eitje koken, ik zal hem er even uithalen. Waar het eigenlijk echt voor bedoeld is, is dat je een vormpje kan maken van je ei. Oh, want ja, wie wil dat nou niet? Een eitje in een sterretjesvorm of in een, wat is dit? Een watermeloen? Je moet dus je ei hierin doen, dan doe je de deksel erop en dan kan je, als het goed is, met de hele verpakking koken. En dan kook je gewoon een vormpje. Maar we gaan het even uittesten, want ik geloof hier niet in. Laat het uitproberen. Ja, je sloeg tegen mijn titaan, maar let's go. Laten we dansen. We hebben de eieren echt foutloos opengekrekt. Dat hebben jullie gezien, dat ging supergoed. En nu gaan we er een heerlijk eitje van maken. Eerlijk, sowieso de pudding, die moeten we doen, hè. Dat is echt ja, amazing. Echt amazing. Deze doen we. En hartje. Een hartje, ja, hè. Ja, een hartje. Ja. Maar waarvoor is dit, insmeren? Moet dat? Met boter of zo. Kun jij dit even lezen? Volgens mij is er wel een plaatje bij, dus op zich. Ja, maar waarom smeert je het in? Dat weet je dus niet. Zullen we gewoon insmeren met boter of doen we het gewoon niet? Ik denk dat je het moet insmeren met boter. We doen gewoon boter! Nou, er zit niet voor niks zo'n prachtig klasje bij, dus moeten we er ook wel gebruik van maken. No spon. Het is wel een kwastje. Bek dicht! We smeren het even in met boter. Ik heb nog nooit gekookt ei met boter gegeten, maar who cares? Ja, weet je... Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Hey, helemaal top. Lekker. Dekseltje erop. Dit gaat helemaal soepel. Als het werkt is het wel een beetje grappig. Dat vind ik echt, dan ga ik het echt wel vaker gebruiken, denk ik hoor. Dit was het eerste pannetje klaar. Dat is echt vies. En ga met die banaan, ze kunnen gekookt worden! Yes! Are you guys ready? Ploep. Oh, ze drijven! Oh, wat een cuties! Heb je wel eens van die TikTok-video's gezien dat die vrouwtjes allemaal van die gadgets hebben? Ja. Zo voelt me nu een beetje als ik dit zo zie. We zijn zo meteen weer terug voor het eindresultaat! Yeah! Max, hou jij ook zo van citroensap? Het zou toch fijn zijn als je dat gewoon zo kan sprayen overal? Uit een verse citroen. Zo, ik vind het zo lekker zuur houden van... Oh, wat toevallig. Ik heb hier een prachtig dingetje. Wat je doet, je stopt deze in de... Ik haal even citroen erbij. Je stopt deze dus zo in de citroen. Gaat 100% werken. En ja, dan heb je gewoon een spray. Ja, en dan kan je dus gewoon... Wanneer spray? Oh, dan kan je door je eten of zo in spray, denk ik. Ja, of in je mond zo. En dan kunnen we wel proberen. Parfum. Parfumetje. Alles en in je oog. Hoe handig, dit ding kost 50 cent en voor 50 cent heb jij gewoon een spray. Ja, we gaan het even uittesten. Trouwens, wat je op de achtergrond hoor je het gas, dat zijn de eitjes. Ja, sorry voor de geluiden, maar we moeten gewoon even door, weet je. Ja, we moeten ook door. Ja, ga maar op. Oké, welke kant? Ik moet denk ik zo draaien. Het is wel juicy. Oh, het gaat er best wel makkelijk in. Ja, oprecht. En kijk hoe leuk, er zit ook nog een blaadje bij. Maar de vraag is nu... Spreekt hij ook wel echt? Het lijkt oprecht gewoon zo'n limoenflesje die je dan in de schappen koopt, weet je wel? Je hebt ook gewoon wat citroen, hè? Zo'n ja, fles. Ja, I know. Oh shit, hij werkt gewoon! Ah, dat is wel zo! Holy shit! Oh mijn god, het werkt gewoon! Holy shit, oh, ik ben blij dat ik geen wondje heb in mijn mond. Maar het is op zich wel lekker. Het is wel lekker, ja. Dit werkt gewoon! Maar zou het ook bij andere fruit werken? Zullen we bij een mandarijn proberen? Ja! Mandarijnspray! We hebben dus ook nog toevallige mandarijntjes. Dachten, we gaan even kijken of je mandarijnspray kan maken. Dat zou echt heel ziek zijn. Ik hou van mandarijnen. Oh, komt lekker juice uit. Rot op! Ja! Rot op! Rot op! Ik zweer! Holy shit! Ik zweer! Mandarijnspray! Yeah. Oh man, dat is zo lekker! Dit is echt het beste dit ooit! Is echt top! Hoeveel kost dit? Echt een paar cent ik of zo? Zweer. Dit kan je ook dan misschien bij kiwi doen. Ja, kiwi heeft niet heel veel sap, denk ik. Denk het wel hoor. We hebben ook kiwis in de koelkast staan. Gaan we proberen? Ja, haal eruit. Kiwisap, kiwisap! Precies! Al die shit. Hij heeft niet gefilmd. Grapje. Ai! De kiwi. Oh, nee. Ja, ik zweer het. Nee. Hebben we kiwispray?
Nee, hij komt erdoor. Shit. Oké, in ieder geval, mijn handen zijn helemaal bevocht met fruit, maar het werkt. Het werkt echt super goed. Het werkt echt heel goed. Het is echt lekker. En het is lekker. Ja. Het kost ook volgens mij maar 1 euro of zo. Dus link staat in de beschrijving. Wil je dit nou proberen? Ik snap het, want het is echt geweldig. Het is echt amazing. En nu even, dan heb je hopelijk ook wat. Hopelijk, hè? Hopelijk. Oh, ja. Ja, hij is goed. En ja, maar hoe gaat hij er dan nu uit? Knijpen of zo? Oh! Holy shit! Oké, dit draadje. Vies draadje. Moet er even af. Oh! Holy shit! Pak het hartje. Hoe ziet hij eruit? Ja, even gaan kijken. Wauw! Wow, so pretty! Dit ziet er zo chemisch uit. Heerlijk. Ik ga gewoon een hapje nemen. Wat doen we er van Aromat? Oh, ik vind het wel heel raar hoor, dat ik ineens een chemisch eitje ga eten met schoon ei. Ah, schoon ei. Mm-hmm. Het is ook veel leuker om dit gelijk te eten. Mm-hmm. Dit is een 10. Echt een 10, dit is echt top. Ik laat maar gewoon even zo zeggen. Last but not least, de auto. Bar? Hoe noem je dit? Een autobar. Een autotafel. Een autotafel. Je doet het dus om die stuur heen, zo klik. En dan kun je dus gewoon eten in je auto. Ja. Wel denk ik geparkeerd. Want als je hiermee gaat rijden, dan gaat het zo... Maar dat gaan we ook even uittesten. Ja. Want misschien kan dat wel gewoon. Ja, we gaan deze lekker even uittesten. Voor onze laatste gadget rijden we even naar de McDonald's toe, omdat het erg essentieel is voor wat wij nu gaan gebruiken. Ja, als je Mizuki aan de Mac brengt, is het toch gewoon super chill als je even een tafeltje erbij hebt. Ja. Dus ja, wij zien jullie bij de magere Donalds. Dankjewel. Oh. Lekker. Oh, maar het zou zo fijn zijn als we nu even een tafeltje zou hebben. Ja, want we moeten nu eten, maar hoe kan je nou niet? Dat werkt toch niet, dat werkt toch niet. Oké, we staan geparkeerd. Maar ja, hoe vervelend is het als je je McDonald's moet eten zonder dat je het lekker simpel kan... Nee, je moet hem aan de onderkant doen. Oh. Ja, eromheen. Ja. Jawel! Jawel, hij staat! Hoe werkt dit? Holy shit! Hè? Ja, hij klemt! Holy shit! Wacht, probeer eens. What the fuck? Nee, niet! Dit is zo fucking grappig. Ah, kom maar even een stukje rijden. Je wil echt dat ik ga rijden. Nee, gewoon een klein stukje. Even naar de overkant. Kijk, daar heb ik ook een leuke parkeerplaats. Ik zou wel graag daar willen staan als ik kan. Zou je het soms nog niet... Ja, oké. Oké, maar je kan alleen maar recht vooruit. Als je dan nu een bocht gaat maken, dan zijn de poppen echt aan het dansen. Wow. Nee, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Nee. Maar het is wel een leuk idee. Je kan wel oprecht gewoon lekker chillen en lekker eten. Dit is als echt je heel chill. Afgezonderd wil zijn van iedereen bij de McDonald's. Ja, ik eet gewoon zo vaak McDonald's. En dan vind ik het gewoon fijn om even een tafeltje erbij te hebben. Dus die mensen hier hebben geen tafel. Maar jij wel. Ja. Jij hebt een tafel. Maar ze hebben stoel. Dat is ook heel ziek hoor. Ja, dat is wel ziek. Maar dit tafeltje is dus een groot succes. Ga er vooral niet mee rijden, want dat is gewoon echt heel erg gevaarlijk. Maar voor zo is het wel echt een go. Ja, heel fijn. Absoluut, absoluut. Een dikke 10. We did it. Doe jij maar. Superleuk dat je kijkt. Ja, ik moet al wat klappen even doen. Nee, dat is een stap voor mij. Is goed. Ja. Nu wil ik het niet meer doen. Doe het nou gewoon. Superleuk dat je kijkt naar weer... Nee, we gaan hem afsluiten juist. Doe jij het maar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij deze video nou ook zo leuk als dat wij hem vonden? Doe dan even een duimpje omhoog. Ik zat met mijn vinger in de ei. Gadverdagadver. Maar in ieder geval, vond je de video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort gekke gadget kook video's zien? Of weet ik veel wat jij wil zien? Laat het even weten in de comments. En vergeet niet te abonneren. Wij doen ons uiterste best. En we zouden het heel leuk vinden om ook wat support te zien in de abonnees. Dat doen we al. Maar gewoon nog meer. Want we gaan onze familie groter maken. Voor de gezelligheid. Yeah. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.